De Suriname Chefs Associatie heeft gisteren een nationale culinaire competitie georganiseerd op de pier van Hotel Torarica. De wedstrijden waren voor de beste bartender en de beste chef. Het doel van deze wedstrijden is om een nationaal culinair team te selecteren. Volgens Rosita Leeflang, secretaris van de Suriname Chefs Associatie, is de competitie in twee delen opgesplitst, namelijk voor de beste bartender en chef en de beste pastry chefs. Met de winnaars die gisteren uit de bus zijn gekomen, is het team dus nog niet compleet. De pastry chefs competitie moet namelijk nog plaatsvinden. Twee winnaars bij de chef. En dat zijn Joshua Soma en Giovanni Hoatam. En waarvan de laatste de chef of the year is. Giovanni Hoatam is de chef of the year. En bij de bartenders hebben we Dion Parmo als winnaar. Hij is de bartender of the year. En als runner-up hebben we Cyrano Kleingaard. Wat wij hebben gedaan is natuurlijk met de nationale competitie hebben wij ook gelijk een fundraising gehouden. Waarbij we de borden die door de chef zijn gemaakt hebben geveild. Het publiek is daar spontaan op gereageerd. En verder hebben wij ook onze eigen pot verkocht. In totaal hebben we ongeveer 1900 SRD opgehaald. Kijk, er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen gaan. Ik ben ook erg tevreden over het publiek dat erop af is gekomen. Het is een gezellige dag geworden. Ze hebben zelf gezien hoe de chefs en bartenders het allemaal hebben gedaan. Ze hebben aangevuurd, ze hebben meegeleefd. Het was een mooie dag. We zijn tevreden. Qua organisatie kunnen we het altijd nog beter doen. Maar we zijn lerende, dus de dingen die het volgend jaar beter kunnen, dat zullen we natuurlijk beter gaan doen. De wedstrijden op zich waren vrij voor de deelnemers, zegt Leeflang. Er is gekozen voor een blind jury systeem, waarbij de jury de chefs niet van tevoren kende en omgekeerd ook niet, zegt Leeflang. Ze mochten zelf hun gerecht of hun cocktail mochten samenstellen. We hebben het dit jaar wel een beetje gespiegeld aan hoe het eraan toe gaat in Miami. Dan is het deel, voor zover we konden. Zo was er bijvoorbeeld een community table. De chefs en de bartenders die kwamen aan. Ze zagen hun community table. En daarop stonden verschillende producten, specerijen, dranken. En daarom moesten ze gaan shoppen om hun gerecht samen te stellen. Verder kregen ze ook een mystery basket. Ze wisten dus niet of ze vlees of vis zouden krijgen. Dat kregen ze dus ook op de dag zelf te horen. En dan kregen ze ook nog één secret ingredient. En daar moet je bijvoorbeeld denken aan, jij krijgt een soperpoor, jij krijgt ketangrijst. En op die manier hebben we geprobeerd om hun creativiteit zo goed als mogelijk te testen. Rosita Leeflang, secretaris van de Suriname Chefs Associatie. Zij sprak over de nationale culinaire competitie die gisteren is gehouden op de pier van Hotel Torarica. Het tweede deel, de Pastry Chefs Competitie, vindt zondag 18 november plaats in SHTTC aan de Gravenbergstraat.